politieonderzoek, de glazetten bellen en opruimen. Het is bijna business as usual in Hoogwoud, want het is al de derde keer dat sporthal De Vijver onder vuur wordt genomen. Eigenaar Sjaak Kalverboer wordt er moedeloos van. Dit vreet aan de mens. Dit is op het moment dat je denkt dat het is weer rustig, dan gebeurt er weer wat. En dit is voor niemand goed. Wij als gezin hebben hier en ons personeel hebben hier natuurlijk heel duidelijk onder te lijden. En dat zijn geen grappen. Ook is er met graffiti het woord Rogues op de voorgevel gespoten. Rogues is een motorclub uit Opmeer die elk jaar tijdens Pasen een motorshow organiseert in de sporthal. Het zou dus een dreigement kunnen zijn aan adres van de motorclub. We hebben al meer dan 15 keer deze motorshow georganiseerd. We hebben een ongelooflijk goede samenwerking met de Rogues. Hele sociale jongens. Als ze iets tegen de Rogues hebben, zelfde oproep. Laat dan weten wat er allemaal aan de hand is. Al eerder werden er ook branden gesticht bij De Vijver. En een bedrijfsauto ging bij een woning in vlammen op. De incidenten zorgen voor veel onrust bij de leden van de sporthal. Ik kwam hier dus vanmorgen binnen en ik was gelijk van streek. Dus ik heb niet lekker getennis. Jemig, echt waar? Ja. Nou, wat vreselijk. 8 kogelgaten zitten erin. Wat denkt u ervan? Nou, ik vind het verschrikkelijk. Het is de derde keer, geloof ik, hè, dat ze aangevallen worden. Jee. De motorclub wil geen commentaar geven over de schietpartij. De politie doet uitgebreid onderzoek. Ik heb vertrouwen in de onderzoeken van de politie. Ik hoop ook gewoon dat het opgelost wordt. En weet je, de straf is niet eens belangrijk. Het moet stoppen. Dit moet gewoon stoppen.